Het is al na maandag. Ik heb mijn haar nog niets gedaan. Alleen losgehaald. En ik ga even mijn jas pakken. Om mijn fiets alvast buiten te zetten. Omdat ik zo om 8 uur moet gaan fietsen naar school. En ik denk, waarom zo vroeg als je 8:30 begint? Oh ja, zoals het gisteren zal uitleggen. Ik heb een hele zware tas. En door die tas kan ik minder snel fietsen. Ik bedoel een grotere mand. Dus door die grotere mand kan ik minder snel mijn stuur bewegen. Als er nog een hele zware rugzak in zit. Maar nu, omdat ik hem nu vaker draag, heb je het gevoel dat het minder zwaar is. Dus dan zult dat wel. Maar dan ga ik mijn jas even aan naar mijn fiets. Ik neem jullie mee. Zo, ik ga even mijn fiets uit de schuur. Ja, dit is wat ik aandoen naar school vandaag. Om mijn, moet ik hier niet even brengen. De auto wordt echt, het is echt koud. Hè? Ik zei nee, want vanmiddag was het heel warm. Het is nu koud. Oh, ik moet een deur open doen. De buitendeur open gekregen. Dit is mijn fietsensleutel. Ik heb daar zo'n koord aan hangen. Maar ik zal die er even aftrekken. Zodat die straks tussen mijn fiets komt. Maar als ik niet op de fiets doe, ik het wel weer om. Zodat ik mijn fietsensleutel die kan kwijtraken. Als zo'n koord vind je het nog makkelijk terug. Ja. Oh ja, nu moet ik eten mijn pasjes niet mee te nemen, maar ik voel ze met die pas. Oh, ik zal allemaal vast in mijn tassen. En dan zag ik, oh shit, waar zijn mijn passen? Oh, de schuursleutel ligt eruit. Dan moet ik die weer even gaan halen. Oma is nu mijn oma even thuis. En zo, ik nog even tijd en ik moet opzitten. Zo, de sleutel van mijn ziel. Mijn oma heeft mijn opa naar het ziekenhuis in Amsterdam gebracht. Voor zijn neusoperatie. Oh, het is beren buiten. Nou, hapje. Het is niet koud, vind ik. Het is wel als je aan je benen denkt, even van woe. Maar ik vind het niet koud. Oh, de ander in de schuur, daar staat alleen mijn fiets. Mijn moeder heeft eigenlijk niet een fiets, die staat bij. Oh. Bij haar geweest vriend. En mijn opa die heeft ook zijn fiets weggedaan. Mijn oma ook. Dus ik ga even snel mijn fiets pakken. Dan moet ik met twee handen. Zo, ik heb mijn fiets gepakt. Ik heb echt het gevoel alsof mijn haar niet alleen gaat. Omdat er weinig wind staat. En ik krijg geen zuurstof nu op slot. Ja, nu is die deze kant niet aan de verkeerde kant. Maar dit is dus mijn fiets. Ik heb deze al echt heel al jaren. Ik ben niet iemand die om de 2 jaar aan de fiets denkt. Als ze mijn kinderen op de fiets zitten, om me echt zo van, nee, die zadel is helemaal niet goed. Je kon helemaal niet met je voeten bij de grond. Ja, maar ik moet niet met mijn voeten bij de grond komen. Precies. Kijk, mijn oma, die kan alleen maar fietsen als haar voeten op de grond staan als ze zit. Anders gaat ze vallen. Kijk, ik ben een volwassen persoon. Ik heb dat niet. Dus ja, dit is mijn fiets. Ik ga nu snel eten maken. Broodjes smeren. Pasje inpakken. Drinken mee. En om 8 uur onderweg naar MBO. Rees Els heeft Nederland. Hopelijk zou je kunt helemaal naar de SGO kunnen fietsen. En dan kun je daar langs. Ik zeg ze nee, ik ga daar niet langs fietsen. Dat is gewoon, daar moet je onder zo'n viaduct. Bij waar dat is gewoon een afgelegen plek waar je moet fietsen. En dat is geen fijne plek om te fietsen. Dus vandaar is een hele afgelegen, stille plek waar eigenlijk niemand meer komt. Oh ja, maar als je via die andere, ik ga altijd via het station. Ja, langs het station en zo via de Kempenaar. Daar is het gewoon veel fijn. Is het minder afgelegen op die afgelegen plek. Daar is het ook niet afgelegen. Daar fietsen hoor je op veel mensen. Dus vandaar. Maar ik ga nu snel verder en ik zie jullie straks. Let's go. Doei. Zo, tijdje thuis. Het is al kort. Bijna 6:30. Even kijken hoor. Nou, ik ga dus zo meteen even wat eten maken. Gewoon wat pak aardappeltjes maken. En dan ga ik, ja, het is niet natuurlijk mee om teksten.
ga ik eten maken en dan ga ik daarna eten, publicie kijken en dan Lisa kijken. En ja, ik had afspraak bij de mondhygiëniste, dus moeten we zetten. En de eerstvolgende plek was dus 9 mei. 9 mei is dus pas weer de eerstvolgende plek die ik kon krijgen bij deze vrouw. Dus ja, ik moest het helemaal anders omstellen. Och, kut. Maar goed, ja, dat het niet als stage dag mag, dus ja. Ja, maar ja, ik kan alleen maar tijd. Ik kan niet in mijn vrije tijd gaan, want zij werkt niet in mijn vrije tijd. Ja, ik moet zijn alleen maar maandagochtend en woensdagochtend. Ja, ik moet woensdagochtend moet naar stage, maandagochtend moet naar school. Dus ja, ik heb niet veel keus. En mijn oor, en ik was vanmiddag iets aan het kijken. Het is vanochtend iets aan het kijken op Disney Plus. Dus mijn laptop, en toen daarna ging ik naar de. Toen was pauze, dus ging mijn oortje in doen in mijn iPod. En toen, op het moment dat ik dat ging doen, deed mijn linker oortje het niet meer. Hij deed het gewoon niet meer, hij deed het niet meer. Hij begaf het. Ja, ik wist echt niet wat ik moest doen. Nee, ik wist gewoon niet wat ik moest doen. Ja, ik liep gewoon vast. En ja, zo van, ja, wat moet ik nou weer doen om te zorgen dat ik weer tot... Dat ik gewoon weer twee werkende oortjes heb. Maar ik niet zonder kan. Gewoon een dag. Dus letterlijk. Letterlijk. Dus ik kreeg, eind van de maand krijg ik weer mijn geld binnen. Maar ja. Ja. Dus ja. Ja, ik kan niet tot eind april anders voegen. Maar als zij dus geld wil voorschieten voor mijn oortjes. En je hebt echt niet hoe duur ze zijn. Ze echt heel duur. Ze zijn 27,99 van Apple's eigen merk. Hè? Dan heb je het over gewoon deze. Jullie kunnen denken, hè, maar je hebt toch een iPhone. Een iPhone 13. Dan ga je toch niet deze aanzetten. Gaat het toch niet inpassen. Nee, dat klopt. Maar ik gebruik altijd mijn aansluiting voor mijn MacBook, mijn iPad of mijn tablet of mijn iPod. Daar, ik gebruik nooit eigenlijk voor mijn telefoon, want nooit met oortjes in muziek luister. Als ik op mijn telefoon muziek luister, altijd gewoon met echte volumes aan. Dus vandaar, ik kon daar ook niks aan doen, maar echt balen, man. Shit, goed balen. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Morgen moet ik weer naar stage. In de Almere. Ja, ik heb nu voor 9 maart. Dus april. Ik bedoel mei een afspraak. Voor 9 mei een afspraak. Dan kan ik daar terecht om 9:15. Ja, ik moet wel zelf. Ja, moeder kan niet even meer. Want zij moet werken. Maar ja, de enige dag van moeder feest is op woensdag. Maar ja, dat kan ik niet. Omdat ik moet stage op. En ik mag niet tijdens stage gaan. Dus dat ik vorige week ook al twee keer te laat was. Later was om mijn stage. Ik was vanmiddag nog even. Stel toen naar de PC'tje fiets in de stad. En dat vlakbij LOC en bij jouw college. Deze stad is gewoon letterlijk aan overkomen. Ik ging daar even heen fietsen. Maar ik was serieus mijn pincode vergeten. Ik ben altijd gewend om gewoon te betalen. Om gewoon je pas op te leggen. Klaar betaald. Zonder je pincode. Ik wist mijn pincode niet meer. Gewoon twee keer fout. Als dan toen al echt zo shit. Echt zo, ja, als ik nu weer de fout ga invoeren en zo, dan gaat het weg. Dan gaan mijn pas geblokkeerd. Dus echt zo, ik kon dat toch wat terug als mijn pincode. Dus toen dacht ik, oh ja, pas even. Ik heb natuurlijk mijn pincode in mijn telefoon gezet. Bijna die dus kan daar was. Ik heb hem nog gehad. Ik had hem nog gelukkig. Dus ik kon toen betalen. Toen stond daar een pincode. Dus heb ik deze watch weer gehaald. En ze werken perfect. Yep. Ja, als je bij Apple bestelt, kost ze volgens mij iets goedkoper, maar 2 euro of zo goedkoper. Maar je kunt ook bij Bobbet komen, maar ja, dan moet ze morgen wachten. Ik heb morgen wel echt wat nodig als naar Amelia voor stage en zo. Zo moet je ook gewoon geluid testen en zo. Van oortjes en dingen, ja, als je niet hebt, ja, dan ga je echt helemaal naar shit. Dus ik had nodig, dus kon ik tot morgen wachten. En ik heb ook leuke kleding setjes besteld. En die komen dus morgen binnen. Bij de, ja. Hoe heet het?
van de Zara. Dus die komen ze morgen lekker binnen. Dus ga ik morgen zien hoe ze eruit zien. Ze zijn echt wel heel leuk. Ik zal het jullie morgen ook laten zien. Als ik terug ben van stage en ik heb mijn programma's kiezen, dat jullie allemaal met jullie delen. Dus, nou, ik ga nu even wat eten maken en ik zie jullie straks na de buurtpolitie Elisa terug. Doei. Zo, ik ben hier even. Ik was allemaal. Zie, staat er nieuwe roos op. Zie, staat hier op. Zie, staat hier op. Ik was echt benieuwd. Hij staat erop. Het is heel anders dan dat het was. Het is niet meer hetzelfde. Maandag beginnen we met LOB. Nog steeds van dezelfde docent. En om 8:30 beginnen we met LOB. En rekenen. En daarna hebben wij om 9:45 rekenen. En daarna hebben wij om 11:45 hebben wij weer rekenen. En daarna zijn wij uit. Daarna tot 11:45. En om 11:45 gaan wij, ja, weet ik veel. Wat hebben wij nog? 1 hele les tussen die wij niks hebben. En daarna wij vitaal burgerschap. Vitaal burgerschap staat voor gym. Maar het kan ook iets anders zijn. Het staat online. Maar ik heb geen idee of dat wettelijk ook echt zo is. En op dinsdag en woensdag hebben we gewoon nog stage. Maar ik zie dat op 27 april ook stage loopt. Maar het is Koningsdag. Dus dat zal ik dan nog maar even navragen. Ik denk niet dat winkels dan open zijn. En dan hebben wij service desk. Donderdag hebben we 8:30 service desk. Dat is nieuw. Geen idee wat we daar gaan doen. Daarna hebben wij digitale vaardigheden. Wat we al hadden. Om 9:45. Daarna hebben wij om 11:45 Nederlands. En nog steeds één dezelfde docent gelukkig. Kan veranderen altijd. En dan hebben wij daarna om 2:00 stuur. Studieuur dus. En daarna hebben wij op vrijdag hebben wij om 8:30 hands. En om 9:30 er staat 2:14, maar volgens mij kan dat niet. Dan hebben wij daarna hebben wij om 9:45 weer hands. En daarna hebben wij om 11:45 hebben wij installatie en configureren. Configuratie. Ja, je kon niet helemaal aflezen tot zien. Daarna bij dat. En dat hebben wij tot 11:45. En dan zijn we daarna lekker uit. Maar we hebben dus maandag tot 11:45 les. Oh mijn god. Moet ik hier mijn andere dingen naar huis gaan. Om even snel naar huis te gaan. Ja, met de bus of fiets moet ik dat op. Sander zegt ik heb het niet. Ik zal hem even een bewijs sturen van wel. Zo, ik ga mij omkleden. Computer uitdoen. Ik ga nog een serietje kijken op Disney Plus. Ik kan het zeggen. Netflix zeggen, maar ik bedoel Disney Plus. Je ziet, ik ben wel een beetje blij mee. Maar ook weer niet. In het wel fijn dat we niet meer maandagochtend school vroeg Nederlands hebben. Ik ben wel blij met LOB, want ik krijg ook mijn favoriete docent. Dat is gewoon de docent waarbij je gewoon niet kan zeggen van ik ga me vervelen, ik heb niet, doe ik weet niet. Dat niet, dan heb je gewoon, ik kan werken met deze docent. Super, het is fijn. Blah. Dus ik vind dat heel fijn. Ik ben blij dat ik deze docent mag behouden aan LOB dan. Dus ja, ik zal het anders even online. Maar ik moet nog vragen voor 27 als dat open is of dicht. Het is Koningsdag, lijkt mij dan niet. Oh ja, ik moet nog wel even kijken voor stage. Voor stage. Voor volgende week als dat hebben aangepast of niet hebben aangepast. Ja, vanmorgen today you win it. Kijken, ze hebben dat niet aangepast. Dan moet ik dan nog vragen als deze reflectieweek moet stage lopen. Ze hebben dat niet aangepast, dus. Helaas, pindakaas. Ik zal het dan nog wel even vragen. Ik ga lekker boven zitten kijken. En ja, morgen weer op naar stage. Met het gein naar Almere. Dus, nou, ik wens jullie nog een hele fijne
avond en ik zie jullie morgen weer. Doei. Een goede middag. Het is vandaag donderdag. Het is bijna 4 uur en ik heb mijn nieuwe jurkje aan. Deze heb ik gekocht bij de Zara online. Ik had deze binnengekregen dinsdag, maar ik had toen niet gevlogd omdat ik echt moe was. Van stage en ik was mijn camera vergeten om de weg mee te nemen. Dus ook met de tijd terug, maar ik kon een half uurtje eerder weg. En ja, gisteren ja, had ik ook niet gevlogd, want ja, was heel druk gisteren echt. Althans, maar ja. Dat 2 dagen moet altijd zijn. Vandaag ben ik naar school geweest. Ben weer met de fiets hier aan, net als maandag. Maar ik moest nou opzitten in... Ik zat mijn LHB op toch nog af te maken. En ik... Echt, toen ik op school aankwam, toen zei een klasgenootje van mij... Waar was je deze ochtend? Echt gewoon... Hoezo? Wanneer? Waar was je? En ze hebben van, hier was ik waar, wat? Ja, deze ochtend. Dat is een goed tijd. Ja, maar we hadden gewoon les hoor. Ik zeg ze, nee, want als LHB docent, die is er helemaal niet vandaag. Ja, zei ze, jammer. Zei ze, nee, maar dat kan wel vervangen. Ik zei, ja, nee. Zij zei dus, onze LHB docent zei dus, dat ze gewoon lekker vrij zijn. Dat we geen vervanging hoeven te... Ze geen vervanging. Ik dacht, dat ze gewoon lekker vrij zijn. Nee, maar we hadden gewoon de vervanging. Want ik zei, die vrouw die haar ging vervangen, is ook LHB docent. En zij nog, tot tien. Ze was die nog op mijn stage geweest. En ze heeft niet gezegd dat ze haar ging... En ze vroeg nog naar mijn LHB. Ik zei nog... Ze zei donderdag lekker veel. Ja, we hebben geen les, want dan is Corina niet zo als onze LHB-docent heette. En zeg, oh, ja. Yeah. Ik dacht zo, had je dat ook kunnen zeggen? Ik ga haar vervangen. Maar zij, onze LHB-docent, had het dus vrijgegeven. Dus zelf van de klas niet komen op de. Waaronder Amber ik ook al. 2 vrienden van mij waren ook al niet komen vandaag. Omdat zij ook weten dat ze vrij waren, omdat Corina het zei. Wauw. Voortaan kan je beter communiceren van met de, voortaan kan je beter communiceren met ons, want het is echt heel lastig. En ik had nog 2 andere dingetjes gehaald bij Zara. Ik had nog een jumpsuit gehaald, in het groene, zo ongeveer een beetje. Die kleur. En ik had nog een zwart shirtje gehaald bij Zara. Een beetje zo'n kortje, niet helemaal zo kort. En dan heeft het zo'n knoop. Zo'n soort van knoopje. Nou ja, niet echt een soort knoopje daarin. Misschien laat ik nog wel zien. Ieder video als dat nog lukt, als ze niet aan de was zitten. Volgens mij zitten ze wel in de was, maar ik weet niet zeker. En dat dus. Ja, morgen is Goede Vrijdag. Dan hoeven wij niet naar school helaas. Ik weet niet of Belgen ook Goede Vrijdag hebben. Maar wij hoeven morgen dus niet naar school. LSC is gewoon gesloten, jongens. Is dicht gesloten. Dus helaas pindakaas. Maar ja, goed. Misschien had ik morgen nog even met een vriendin van me afspreek. Om iets te doen of zo. Als ze tijd heeft en zin heeft. Je weet het ook maar nooit waar. Dus, are you ready? Nope, en oma is dan even weg. Die moest even ergens naartoe. Een afspraak. En dan komen ze later weer thuis. Vandaag ga ik lekker pizza zien. Ga ik lekker pizza eten. Die echt pizza, maar gewoon weer van die picolinootjes. Oh, die zijn lekker, jongen. Met kaas. Oh, die zijn zo heerlijk. Die ga ik even lekker eten. En de publiek kijken. Die ze kijken. Man, ja. Yeah. Ga ik ook niet veel doen eigenlijk. Weet het nog niet veel doen, maar goed. Het is gewoon saai. Today. Are you ready, kiss? Het is gewoon saai today. En ik ga morgen... Ja, dus morgen ga ik kijken als ik zie ik kan afspreken dat we samen even iets leuks kunnen doen. Want ik wil niet de hele dag op Goede Vrijdag zo binnen zitten. En dan kan met de fiets naar haar toe komen. Kunnen we ook gewoon gaan fietsen. Oh, wacht even hoor. Sorry. Ik kom zo bij je terug. Zo weer terug. Ja, sorry. Er was even het ding. Zit hij lekker op zo'n bankje. Hier is zo mijn kamer. Wel bij een bureau staat en zo. Ja, fitnessapparaat van mijn opa. Maar goed.
Steeds met opa ermee. Omdat er ergens anders geen plek is en mijn opa het niet voor altijd houdt. Dus gewoon een fitnessapparaat dat hij mag lenen van zijn fysiotherapeute. Ja. Het is echt lekker weer buiten met fietsen. Ach, ik zo, wat is warm. Ik ging meteen even naar binnen toe, om even wat in de kamfiets. Even in de voortuin gezet thuis. Dat ik even naar binnen wilde. Even zo iets drinken. Om gewoon te leken. Daarna dat er weer te zeggen van. Nee, je moet je fiets wel binnen zetten. Anders is je fiets zo koud. Je moet je fiets wel binnen zetten. Anders is je fiets zo gestolen. Ja hoor, dan gaan ze met een busje. En dan pakken ze zo je fiets mee. Kijk, oma is gewoon een angst. Neem gewoon op niemand op let dat dan fiets zo mag storen. Want kijk, s'nachts zou je fiets ook niet in de voortuin staan. Maar ik woon in een wijk waar eigenlijk bijna geen hond te zien is. Alleen wat oudere mensen. Ze konden geen jongen puur langs. Ja, dat was eerst vanwege die school. De SGL. Maar nu is die school dicht. Dus ja, komt er ook niemand meer. Uiteraard is het ook helemaal niet erg. SGO is dus gegaan naar Porteum. Dus ja. Mijn coach was er vandaag dus wel. Dus ik vroeg daar project. Yes. Moet ik nog blijven? Mag ik gaan? Zeg je. Als je geen vraag hebt, mag je gaan. Dus zegt ze: oké. Dan zegt ze: oké, is goed. Oké, is goed. Ja, ik heb geen vraag meer. Ja, eentje alleen had ik er nog van. Hoeveel PSA-punten je moet hebben voor een volledig positief advies, definitief. Maar dat wisten ze nog niet. Daar moesten ze nog naar kijken. Oh, jongens, echt. Dus we gaan het zien. Het is echt vervelend. En dan moeten we morgen hebben wij weer school. Alleen alle laat hebben morgen. Ja, morgen hoef ik niet naar school, dus gelukkig. Maandag ook niet, als tweede paasdag. Zondag trouwens, eerste paasdag. En ja, dan die week daarna hebben we ook geen reflectieweken weer. En bij de flexieweek bedoel ik, en of ja, ook dus niet na school. Je kan nog wel dingen voor school maken, dat soort dingetjes. Dus daar heb je gewoon vrije uitstel van. Dan ben je gewoon lekker klaar. En dan kan je gewoon. En die week daarna begint periode 4. En dan ga je gewoon lekker naar school. De aldoor weeks ga je gewoon naar school weer zoals het was. En daarna die week is vakantie. Ga ik die maandag naar een vriendin toe. Michelle lijkt misschien morgen misschien iets meer ja, doen als tijd zin heeft. Ga ik dan die dag naar toe. Dan ga ik lekker eten met haar. En zo. Dus ga ik dat ook morgen lekker doen. Dus daar heb ik ook wel weer zin in. Met haar af te spreken misschien. Als ze morgen kan. En zin tijd heeft. Oké, maar ik wil dan wel nog echt iets opdoen en niet van de hele tijd bank hangen, zo ongeveer een beetje bank hangen. Daar heb ik niet zo heel veel zin in. Ik wil gewoon echt iets doen morgen. De hele dag thuis zitten vind ik echt heel erg saai. Zoals vandaag lekker fietsen, ik op de heenweg 14 minuten over gefietst. En op de terug 16 minuutjes over gefietst. Naar ROC. En dan berekent hij die tijd. Als je gaat fietsen, berekent hij die tijd van workout op jouw Apple Watch. Dus ja, ik heb lekker gefietst. Dus tijd gescoord kan wel een beetje beter. Zo op de terugweg dan. Zoals op de heenweg kan ook wel iets snel een RO. Maar ik was toch lekker op tijd. Dus shield. We gingen vanmiddag dus lekker lunchen. Bij project. Na de pauze ging wij dus lunchen. Ging de docent dus allemaal eten halen. Dus ja.
stokbroodjes, 3 zakken met stokbrood, met gesneden stokbrood. En dan gewoon wat lekkere diertjes voor op de stokbrood gehaald. Zoals kruidenkaas, kruidenboter, nog wat andere diertjes om het lekker op te smeren. Dus dat gingen we dan lekker doen. En daarna wat krijg ik alweer naar huis. Dus dan werd het dus eigenlijk niks te doen eigenlijk. Keer. Dus dat geld tellen en al dat soort dingen. En ik heb mijn nagels ook deze kleur gegeven. Dat echt op de camera zien ze niet fel uit. Maar in het echt zien ze wel echt heel fel uit. Het is gewoon neonroze. Dus het past een beetje bij mijn jurkje. Ja. Past een beetje bij mijn jurkje. Oh, je ziet het nu niet echt heel goed. Maar dit dan. Ja, past er wel een beetje zo bij. Vind ik dan nog. Maar al de shoot. Het is gewoon echt niet lekker buiten. Het is gewoon lekker buiten eigenlijk. Ja, ook wel weer niet lekker. Want het is ook wel weer een windje. Dus als je iets heb je, voel je ook wel weer wind. Maar ja. Ook al, ik zit altijd naar zo door de drukke straten. Van door drukke straatjes ziet altijd, ja, zeg maar gewoon langs veel scholen en zo. Daar is het altijd dan meestal gewoon druk, druk. En op drukke plekken is het altijd best fijn. Dan is het altijd best fijn. Dan kan je gewoon lekker fietsen. En dan heb je ook, dan fiets je ook niet alleen. Als ik normaal, bij ons kan je ook sneller fietsen via die viaduct. Maar dan. Ja, via die viaduct is echt, dan moet je gewoon, dat is gewoon best af, want ik, daar komt niemand. Vroeger waren daar nog veel mensen en zo voor die SGL, maar nu niet meer. Dan zie je echt heel weinig mensen, echt afgelegen daarbij, niemand daar fietsen. En dan heb je ook bij water en zo, dus ja, is het ook niet zo prettig om daar te fietsen als je dan helemaal in een stille, in een stilte fietst, in een stille donkertje. Nee, dat is natuurlijk niet prettig. Daarom fiets ik altijd lekker langs het station en door de Kempenaar en het Schouw. Fiets ik dan lekker zo langs de Jumbo bij de stad. En dan fiets ik zo aan de overkant heb je die nieuwe, daar heb je daar een nieuwe fietspad. En dan volg ik die nieuwe fietspad zo aan de overkant. En dan daar ga ik oversteken en dan zo ben je bij LOC. En dan ga je naar beneden naar de fietsstalling van de LO. En dan ben je er. En dan ga je naar boven naar les. Je kan niet via de fietsstalling boven naar les. Je moet door de fietsstalling uitlopen. En dan die trappetje op. Maar naar beneden is echt een steile helling. Dan, ja, als je je fiets niet op de hand hebt, dan fiets je fiets zo weg. Ah. Hoe is bijna niet zo'n soort van. Maar ja, dan vind je fietsers bijna zo weg. En ja, dat is echt niet prettig. Omdat je fiets zwaarder is dus dan jij. Je fiets weegt natuurlijk zwaarder dan jij. Dus ja, dan voel je dat wel eventjes zo. Maar de reden waarom ik gisteren niet gevlogd heb. En waarom ik ook niet verteld heb. Waarom ik niet gevlogd heb en wat ik allemaal gedaan heb, dat vertel ik jullie nog wel een keertje, maar het is gewoon dat ik daar niks over kan zeggen. Het is niet of zo, joh. Het is niet of zo'n groot deal of klein of zoiets, of dat er iets leuks aankomt, dat niet of zoiets. Maar ik heb gewoon iets niets gedaan. En ik heb gedaan alsof ik het wel gedaan heb. Maar wat dat is, daar kan ik dan niet veel over zeggen. Maar ja. Dan wat iemand daar mag weten, omdat ik anders in de zit zou komen. Want dan zouden denken dat ik het wel gedaan heb. Maar weet ik dat niet juist. Dus oké, dus eigenlijk, of zoals ik het beter gewoon normaal kan zeggen is. Ik was eigenlijk gisteren niet op stage, omdat mijn stagebegeleider dus en niet was de hele dag. En die andere stage was ook niet, omdat hij niet op woensdag stage loopt. En
Die andere die mij kon begeleiden voor de ene schoolopdracht, die was er dus ook niet. Die werd dus niet op woensdag. Dus ja, man zei, ja, dan zit je daar maar gewoon de hele dag niks te doen. Wat er niks dan te doen, omdat ik er niet ben. Ja, niemand die je een opdracht kan geven. Dus zei, blijf dan maar lekker thuis gewoon. Dus vandaar dat ik niet aan stage ben geweest. Maar ja, op school denk ze natuurlijk dat ik wel aan stage ben geweest. Moest ook gewoon zetten dat ik gewoon aanwezig was. Zo gewoon, dat die er gewoon goed komen. Ja, ik denk dat ik niet ben geweest. Die denk echt zo, maar... Dat is gewoon gemeen. I know, ik weet het, maar ja. Ja, je kan ook denken van ja, maar je kunt gewoon tegen school zeggen van. Maar ja, ik kan niet dit of dat. Nee, dus je moet, dus je kan niet. Dus daarom, dat is van dit. Zo gedaan is, maar ja, brilliant. Morgen. Dus volgende week weer lekker. Nou, ik wens jullie veel plezier. Nou ja, ik zie jullie. Later, ik ga even muziek luisteren en gewoon wat drinken zo. En ik zie jullie later. Bye. Zo, ik heb toch besloten om vandaag pannenkoeken te eten. Ik had daar toch wel meer trek in. Dus ben ik nu even aan het maken. En ja, en je tien kan morgen helaas niet iets leuks doen. Best wel jammer. Ik had echt zin om uit te gaan. Maar ja, om in je eentje wat te gaan doen is ook niet echt gezellig. Dus ja, ik ga wel zien. Ik ga nu pannenkoeken maken en zie je straks als ik ze klaar heb. Zo, ik heb dus pannenkoeken gegeten. Ik kon niet meer jongen van dat ik de pannenkoek gemaakt had. Omdat ja, de publicie afliefde, dat kan wel snel. Dus ja, toen moest ik dus gaan eten de pannenkoeken. Pannenkoeken, dus ja. Dan was ik klaar. En ja, mijn vriendin Michelle komt dus morgen helaas niet komen, niet afspreken. Dus ja, ga ik even zien wat ik dan misschien morgen kan doen. Maar ik heb wel iets doen. Ik kan niet de hele dag gewoon binnen zitten. Niks. Ik ga nu mijn tanden poetsen en nog tv kijken. En ja, dat was het. Dus ik lees toch afzijden. Zie je morgen weer nog een nieuwe dag. En tot morgen. Doei. Heel goedemorgen jongens, het is vandaag dus vrijdag, het is nu bijna 10:30 en ik ga mijn haar opzetten, dus ik ga even douchen. Beneden is een visite, een oude moeder van een klasgenoot van de basisschool van mij is op zoek. Ik ga gewoon even douchen. Al met al, ik ga vanmiddag naar mijn tante. Zal jullie wel mee met mijn reizen met de bus. Maar dan zou ik uiteraard niet gaan vloggen. Want ja, dat is gewoon privacy. Niet iedereen wil in mijn video's loskomen. Dus ik ga douchen. En ik zie jullie als ik gedoucht ben. Hoi. Ik ben klaar. Ik heb gedoucht. En je daar dingen zijn nat. Ik heb even mijn pyjama aangenomen. Ik ben straks aan aankleden. Want eens mijn haar droog vind. En moet ook nog een beetje drogen. Soms ben ik kleding helemaal nat en dan kan ik me omkleden en ik wilde graag iets aan wat ik graag aan wou trekken vandaag. Mijn nieuwe shirt. Dus ik ga mijn haren drogen en ik zie jullie straks. Zo, mijn haar is ook ondertussen wel droog geworden. Het is wel een beetje vochtig en ik vind het nu al niet meer vet uitzien. Zag er echt heel vet uit. Als je keek zag je gewoon het hele vette op je hoofd zitten. En als je door je haren ging dan voelde je ook wel de vettigheid zitten. Dus ik ga nu mijn haar nog doen. En ja. Ik zie jullie zometeen als ik onderweg ben. Als ik ben uitgestapt bij Wahanda. What the fuck, Lisa, wat doe je? Je kan gewoon vluchten en je blijft gewoon zitten. What the fuck is dit voor glam? Hoi, zo, het is avond. Ik ben weer thuis. Ik heb Lisa gekeken. En mijn politie uit de afleveringen. Sorry dat ik niet meer gevlogd heb toen ik naar mijn tante onderweg aan het lopen was. Ik moest zo erg haasten dat ik ja, mijn camera dus ben vergeten. Dus, maar ja. Helemaal niet zo omdat die bus al bij kwam en ik moest mijn haar nog even doen omdat ik het gewassen had. En het echt zo vet
bollig uitzag. Ik had het niet in beeld zien, maar... Ik denk echt zo van, wauw, is die haar vet? Vind je dat zo? Nee, dat komt gewoon door die licht. Dus ik heb mijn haar had ik gedaan. Trouwens, nu gaan we even los. Zie je dat ik al wat appen? Dat ik graag even lezen. Ik ben thuis, zoals jullie weten. Ik had dus nog pannenkoekjes gegeten. Wat nog over was van gisteren. Mijn haren los. Ik heb mijn haren gewassen. Het voelt nu niet vettig aan of zo. Het voelt gewoon lekker warm aan. Het voelt gewoon aan alsof je haar net gewassen is. Zo voelt je haar. Dat is echt de keun. En ja, je ziet het niet meer echt vettig. Want was er nog een hele maatje gewoon de... Het vettigheid van de haren gewoon hier op je haar zag zitten. Dus als je haar ziet in de spiegel, kijk dan gewoon zo wat vet. En ook aan de zijkant. En ja, ik ging naar mijn tante zo met de bus. Ik had één zin om al dat hele vettige weer. Weer te doen. Om nog een lange dagen met die vettige haar rond te lopen en dan pas gaan wassen. Dus ik heb het nu al gewassen. Ik ga denk ik zondag maar ook nog wel wassen of maandag. Dat zie ik dan wel weer. Mijn haren zijn dus lekker weer schoon. Ja. Dus dat hebben we dat gedaan. Ja, het was wel gezellig met mijn tante kletsen en zo. En mijn tante kan er altijd super wat lachen en zo voor mijn opa en oma die dus ruzie maken. Kijk, ik heb dus een opa en oma die heet dus Jaap en Chris. Nou ja, mijn oma heet eigenlijk Christina, maar die noemt haar gewoon Chris. Dus tante is echt zo, je zou echt een YouTube kanaal moeten aanmaken voor Jaap en Chris. Net zoals Tine Lau en Lau van dat oude programma. Zoiets, die mensen die ook maar altijd ruzie met elkaar maken en bla bla bla. Opa en oma die zijn net zo big met elkaar. Dus dan zei je moeten we. Dus ja, dus wat gebeurde is laat. Zondag hadden ze nog ruzie. Mijn oma afgelopen zondag dan mijn oma... oma, haar vriendin, die kwam langsrijden op de fiets. En zei, nou, het is nog wel frisjes buiten hoor. En toen kwam de buur, die had nog een jas. Nou, toen kwam de buurman langs op de fiets. Die weer terugkwam van zijn fietstocht. Het is wel koud. En mijn opa, die stond daar 2 uur buiten zonder jas in zijn blauwe truitje. Wel met ongeveer 3 kwart mouw. Oma, zo van, ja, dat kan toch niet, zeg altijd Jaap. Ja, dat kan toch niet, dat is veel te koud buiten. Het is gewoon veel te koud buiten. Het is gewoon maar een paar graden, ga je toch niet? Nou, en toen zei ze, Jaap, heb je die rollade wel in de gaten? Rollade is dus gewoon een kip. Maar die je dan praat, echt, dat is het gewoon geladen. En mijn oma, ja, ik heb die wel in de gaten. Toen ging mijn oma kijken. En die geladen was aan mijn zijkant ongeveer voor de helft zwart. Dat is helemaal niet, zei mijn oma. Het is niet, hè, je hebt die geladen, dus niet in de gaten. En toen zei mijn oma, op een gegeven moment... zei ze weer gaan zitten. En toen kwam ze binnen. Ze zei, ja, je hoeft dan niet te miepen als je ziek bent van de week, hoor. Dat is jij geschuld. Ik ga je niet verzorgen. Je hebt het zelf maar gemaakt. Jij bent zo erg geweest om zonder jas naar buiten te gaan. Denk ik. Letterlijk die stuk ging. Ik vond het echt letterlijk zat de hond. Maar je gaat niet naar buiten... Als je ziek bent. Je gaat niet naar buiten als je ziek bent. Nee, Jaap. Nee. Als jij ziek bent, hè, dan kan je binnen blijven. Want ik...
Dan kan je niet naar buiten. En ik ga je ook niet verzorgen. Want het is je eigen schuld. Dat je dan weer benauwd bent en zo. Bla bla bla. Zo ging het dus weer. Nou, al goed. Al fijn. Het was toen later als het weer goed gemaakt met elkaar. Al fijn. Toen bij het eten. We hadden volgens mij, ja, ik had wat kaas of vlees gemaakt en zo, bla bla. Opa en oma die hadden aardappelrosetjes met vis. Met vis of kiprollade, ik weet niet meer, een van die twee. Dus mijn opa en oma. En die rusties, dat ze aardappelketjes, zoiets. Mijn oma, mijn opa die was klaar met eten, maar wij zaten allemaal nog te eten met ze. Die opa zei, ik ga even het journaal aanzetten, even het journaal kijken. Ja, dat is mijn oma niet erg, omdat mijn opa even het journaal om 6 uur gaat kijken. Dus hij zit daar, ik die ging even van tafel omdat ik naar de wc moest. Dus ik ging even naar de wc. Toen ik kwam, zag van mijn opa, dus auto race aan het kijken was. Mijn oma die zei, Jaap, wat ben je nou aan het doen? Ja, ik zei ja, hij zit auto race te kijken. Oma zei, Jaap, jij zei dat je even nieuws zou kijken, dan ga je niet auto race kijken. Ja, ik was ook een nieuws aan het kijken, maar het was wel afgelopen. Ja, het is wel 5 over 6, maar nee Jaap, het nieuws duurt altijd een kwartier. Dus, dat kan niet, je hebt gewoon gelogen. Opa, nee, helemaal niet. Ik zou het nieuws wel kijken. Maar het was al weg. Het was al te laat. Oma zei, ja, nou ja, als dat zo is, dan kom je weer terug aan tafel zitten. Omdat wij nog allemaal zitten te eten. En dat is niet netjes. Opa, echt zo. Het is mijn huis. Dus ik bepaal in mijn huis wat ik doe. En niet anders. Dus die bleef gewoon, dus die kwam even later weer terug. Nog even aan tafel om zijn toetje te eten. Maar dit is mijn huis. Ik bepaal je wat ik in mijn eigen huis doe. Dus als ik af en toe eens wil kijken, als u nog zit te eten, dan doe ik dat gewoon. Ik had helemaal stuk aan die tafel, die twee zo te keer tegen elkaar gaan. Letterlijk. Maar altijd na 10 minuten maakt ze het wel weer goed. Dus ze blijven nooit lang boos op elkaar. Nooit. Altijd na 10 minuten maakt ze het wel weer goed. Of na een uurtje, half uurtje. Serieus, jullie kunnen echt denken, wat is daar nou grappig aan? Helemaal niets toch? Dat is toch helemaal niet zoals die serie van Lau en Tien? Nee. Maar ze kunnen het soms ook erger maken. Mijn opa zegt heel vaak tegen mijn oma, dus letterlijk. Maar wat mijn opa en oma, dus zoals ik tegen elkaar zou zeggen, is gewoon, dus wat ze normaal niet tegen elkaar zeggen, is vooral wat mijn opa dus zegt. Mijn opa geeft meestal altijd. Om me altijd van, hè, mens, hou toch eens je vervelende rotkop dicht. Oh, mens, zei toch niet zo. Of, ach, mama, hou toch op. Schijn nou toch eens uit met dat, dit gezeik van je. Zo meer. Opa had gewoon een keertje oma letterlijk gezegd. Bij advocaten, dus bij advocatenbureau. Nee, geen advocatenbureau. Het was jullie een verzekeringsbureau. Zaten en toen zaten ze in die kamer. En toen zei mijn oma, ja, we moeten wel een beetje opschieten. Want de kinderen hebben de auto nodig. Waar ze binnen staat bij die vrouw. Dus, en toen zei opa, houd toch eens je peter, God komt dicht. Dat
En dan zeggen opa, precies waar die vrouw bij zat. Nou, oma, die ging weg. Nee, die vrouw ging dus weg. En zei, oma, die piggy, die is van jou. Zeg als we thuis zijn, dan ben ik nog niet klaar met jou, hè. Maar voordat ze thuis waren. Maar voordat ze thuis waren, hadden ze het alweer goed gemaakt. Voordat ze thuis waren, hadden ze het alweer goed gemaakt. Oma is gewoon iemand, ja. Oma kan wel lang boos blijven. Maar opa ook wel, maar niet op elkaar. Oma kan wel boos blijven op andere mensen, maar niet op haar man. En haar man dus ook niet op haar. Dus voordat ze thuis kwamen, was het al heel goed. Maar toen mijn tante waren. En ze bij mijn tante aankwamen, toen was het alweer goed gemaakt. Om de uitspraak, toen was het alweer goed gemaakt. Onderweg in de auto. Oma zei, oké, laat ik het nooit meer horen. Was het goed. Nou, zelf gesproken als het nieuws. Bij mijn tante mocht naar oma. Nee, mijn oma mocht mijn tante dus vroeger helemaal niet doen. Toen ze nog jong was. Oma was iets van 41 of zo. Dus mocht mijn tante totaal niet. Kon mijn tante niet uitstaan. Laat ik het maar zo zeggen. En als ze er nu over praten. Dan zegt ze zo van. Nee, ik weet daar niet. Waarom moet je die kon uitstaan? Ai. Maar mijn oom is dus de zoon van mijn opa. En het is dus de stiefmoeder van, het is de stiefzoon van mijn oma. Ze hebben dezelfde vader als mijn moeder. En nee, ze hebben allebei een andere, ze hebben de allebei een andere vader en moeder. Ze hebben dezelfde vader als mijn oom. Dus als mijn jongste oom, ze hebben daar wel dezelfde vaders. Daar, maar mijn oma die was één. Mijn oma die kwam niet uitstaan, jongen. Ja. Mijn jongste oom die was toen net ongeveer iets. Die was net 10 jaar of zoiets. 10 of nog jonger zelfs. Die ging toen naar de oud. Die ging toen vroeg ik bij oma met mijn tante om. Dus dat heet. Het ging bij oma dus pas kwam ze samen. De autoriteit bij oma ging ze samen. Zo ging ze uit. Uit. Letterlijk. Maar mijn jongste oom, die was zo blij dat hij, die vond mijn tante echt super. Die was altijd echt blij met mijn tante, die was altijd blij als hij er was. Dus hij kon het heel goed horen, dus hij hoorde mij dat zo. En toen ging hij op de prullenbak staan, zo over de schutting staan en toen riep hij. En toen riep hij gewoon, Nancy! Huh? En mijn oma, die hoorde, mijn oom is heel hard Nancy geroepen. En die rende gewoon, en die kijkt naar buiten. Nee, maar hun, die waren, oma en tante, die waren dus heel wat op weg rennen. Want mijn oma niet wilde dat hun samen verkeerden, dat hun samen date gingen. Dat wilde mijn oma niet. Die wilde daar niet. Die wilde niet dat ze samen op date gingen. En mijn opa wilde dat trouwens ook niet dat ze dat gingen doen. Dus verder dan. Sorry jongens, maar ik krijg een bericht. Even antwoorden. Hoe doe ik dat trouwens? Ik klik gewoon hier op in mijn Apple Watch. En spreek gewoon in wat ik wil zeggen. Dus zo. Oh ja, alleen niet zo. Ja, zeker.
was heel lekker. Het weer ook vooral. Hoop niet volgende week, maar die week daarna weer. Als we weer les hebben. Deze week hebben we geen les, want het is reflectieweek. Een optie is Brussels Airport, A201 Vilvoordelaan, Zaventem. Is dat degene die je wilt? Eén optie is Brussels Airport. Ja, sorry jongens dat jullie net even niks zagen, maar dat was mijn Siri. Hij stond op ongeluk aan op iets wat ik totaal niet heb gezegd. Oh mijn god, de hele wachtwoordingen. Om totaal dingen van wat ik niet heb gezegd. Dus vandaar kwam hij met Apple zoiets wat ik niet heb gezegd. Maar met Apple wat moet je dus rustig inspreken. Anders doet hij het niet. Dat was best wel jenne. Oh, deze jijne grappen van mijn ooms en tantes. Mijn moeder had nog ooit in het schriftje van mijn tante geschreven een briefje. En toen moeder dat liet dat laatst aan moeder lezen. Oei. Want ze toen op hun trouwdag zat, liet mijn moeder op hun zoverjaar getrouwd. Toen liet mijn tante het aan moeder lezen. Ah, oh, moeder, helemaal zin. Nou, zo heb ik dat ooit geschreven. Zulke dingen. Wie schrijft dan nou weer zoiets? Typisch van mijn ma. Die schrijft altijd zulke rare dingen. Of van die teksten vroeger dan, hè. Nu niet meer. Die is toch wel heel serieus en eigenlijk gewoon veel... Goed mens. Mijn moeder heeft vroeger trouwens gewoon in Duitsland gewoond toen ze 18 jaar was. En ze is ook geboren in Duitsland en niet in Nederland. Dus altijd wat ze altijd is, ja, zeker gewoon heel goed Duits spreken. Ik ben de dader die geen Duits heeft. Ik kan wel deels spreken zoals. En ik kan ook wel Engels. Engels kan ik, ja, niet echt bijna niet. Maar ik kan wel Vlaams spreken. Vlaams. Ja, omdat ik heel veel series kijk en dan pik je toch al die dingen op. Dus Vlaams kan ik wel heel goed spreken. Dan ben ik echt zo bouw. Dat zeg je bijna niet. Zoals de geerkast. Ja, of... kapstok. Kijk, bijvoorbeeld kledinghangertje. Zo noemen wij dat in Nederland, maar in België zegt zij dus gewoon kapstok. Het is zo apart, kapstok, ja. Ja, kapstok, daar hangen wij onze jassen aan op. Dat is ons kapstok. Maar voor hun is dat gewoon een kledinghangertje waar je shirt op hangt ofzo. We noemen dat een kapstok. Ja, en bijvoorbeeld... Ja, hoe heet dat ook weer? Nee, werkelijkheid. Nou ja, zeg bijvoorbeeld ook schoon. In België zeggen ze heel vaak, wauw, je woont echt heel schoon. Dan bedoelen hun daar weer mee van, wauw, je woont, zoals wij het in Nederland zeggen, wauw, je woont echt heel mooi. Zo van, je hebt toch een mooi huis. Je woont heel mooi, dat. En in België zeggen ze, wauw, je woont schoon. Ja, echt zo mooi. Heel veel mensen denken van, je woont netjes. Ja, je woont netjes. Dat kan ook. Dat kun je ook gewoon zeggen in het buis van, wauw, je woont netjes, want je woont heel schoon. Kan ook. Maar het is ook wel, zeg je gewoon in het buis wat wij zeggen, wauw, zo proper. Wauw, het ziet er proper uit. Zo proper. Het wordt je gewoon proper, is voor hun schoon. En wij zeggen gewoon dus schoon. En hun zeggen dus proper. Proper. En wij zeggen gewoon poetsen, gepoetst, poets. Ja, en hun zeggen kuisen, hun noemen schoonmaken. Wij zeggen dus schoonmaken, zeggen wij in Nederland. En in België zeggen ze dus kuisen. Ik ga even kuisen. Ja, heel apart toch? Ja, ja. En in Nederland zeggen wij dus...
oma en opa. In België zegt zij dus de bomma en de bompa. Noemen zij de opa en oma. De oma noemen ze de bomma. En de opa noemen ze de bompa. Heel apart. Are you already cursed? Yeah. Zo noemen ze de opa's en de oma's. Ja. Yeah. Ze eet heel veel woordjes en al soort dingetjes. Ei. Ik ken dat. Dat was een mop. Nou ja, niet echt een mop. Middels Indians. Een beetje soort gewoon grappig verhaal. Is dus een jongetje was Clifty aan het spuiten. Een minderjarig jongetje. Die was nog ineens tiener of zo. Die was net 8 of zoiets. Politie houdt hem aan. Zei, jongen. Waar woon jij? Zegt die politieagent. Zegt de vrouw. Zegt die politieagent. Dus de vuilijke politieagent. Zegt dus. Jongen, waar woon jij? Ik woon daar. En waar is daar? Jongeman. Daar naast het huis van de buren. Oké. En waar staat het huis van de buren dan? Nou, daar. Oké, en waar is daar? Ja, daar is het huis van de buren. En nou. En waar staat het huis van de buren dan? Dat is nogmaals. Naast de mijne. En waar staat de jouwe dan? Naast het huis van de buren. Hij. Dus hebben die jongen gewoon. Te grappig. Hij doet het keer. Ik ken nog eentje. Een jongen die vraagt. Pap? Ja, jongen, mag ik 2 euro? Voor een arme man die op straat staat te schreeuwen? Ja. Vader gaf hem 2 euro. Vader zegt, maar wat scheelt hij eigenlijk? IJsjes te koop, 2 euro. IJsjes te koop, 2 euro. 2 euro ijsjes te koop. En dus, en hij en de snelweg. En toen zei hij, TV! En dat is achter TV aan. Hoi. Ik heb ook nog een mop. Een vrouw die kookt 2 eieren. Man komt thuis. Hou zegt, schat, wij gaan nu seks hebben. Man komt langs. Man die gaat met vrouw naar bed. Seks hebben. Dan komen ze 8 minuten later terug. Zo. Oh, dat was lekker. Waar heb ik dat aan te danken, zegt de man. Ja, de eierwekker was te kapot. Zegt de vrouw, ja. Ja, jij wilt je eitje toch altijd zacht gekookt hebben? Ja, de eierwekker was kapot, dus. Ah, oh, mijn god. Ik heb nog eentje. Is een man. Die komt. Weet je, jonge man. Die zit in de klas. En die zegt: juf, kan je eigenlijk straf krijgen voor iets wat je niet gedaan heeft? Oh nee, natuurlijk niet, Davy. Nee, dat kan helemaal niet. Oké, zegt Davy, want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt. Ik heb er nog één. Er komt een man boodschappen doen bij de supermarkt. Komt een man bij de kassa. Met een maandverband die hij moest halen voor zijn vrouw. Dacht de kassière, meneer, heeft u een vrouw? Jazeker. Oké, en waar is uw vrouw dan? Ja, thuis. Ja, en zegt de kassière, ja, meneer, als u niet kunt bewijzen dat u een vrouw heeft, dan mag u dit niet meenemen.
komt een man later terug. Neemt een man hondenbulken, hondenvoeding mee. Komt een man weer bij de kassière. Meneer, heeft u een hond? Jazeker. En waar is uw hond dan? Thuis. Ja, als u niet kunt bewijzen dat u een hond heeft, dan mag u deze hondenvoer niet meenemen. Echt waar. De leukste tijden van de leukste grapjes, mopjes, verhalen. Oh, mijn god. Ja, dat is de altijd. Altijd weer hetzelfde met al die leuke verhaaltjes. Mopjes. Oh mijn god. Ik ken nog één. De vrouw komt binnen. Geet haar man een klap op haar. Op zijn achterhoofd. Geet een briefje. Wie is nou weer? Sharon. Oh, dat is een paard waarop ik gewed heb. Oh, sorry. Nou. Komt de vrouw later weer te eten, maar weer een klap op zijn achterhoofd. Zegt ze, dat paard heeft ge-sms'd. Ik ken nog eentje. Zegt er wel tegen zijn vrouw met, lieverd, mag ik je kussen? Vrouw zegt, tuurlijk lieverd. En de man pakt zo het kussen, het hoofdkussen van zijn vrouw. En gaat op zijn kant liggen en slapen. Wederom zo geinig. Al die boppen die ik gewoon heel vaak heb gezien. Wederom leuk. Ik krijg een school, krijg dus een rondleiding door de politie, door politiebureau. En er hangt zo'n... daden geschreid. En die vrouw zegt, ja, dan proberen wij ze te pakken zoals deze bijvoorbeeld. Zegt, Davy, is die dan echt zo gevaarlijk? Zegt die politieagent, de vrouw. Ja, zeker, jongeman. Want wij zijn er 8 maanden naar deze boef op zoek. Dus hij is zeker wel gevaarlijk, zegt ze. Zegt Davy, waarom hebben jullie hem dan niet gewoon gearresteerd toen de foto werd genomen? Oh, wauw. Davy komt thuis van school. De buva staat in de tuin terecht te knippen. Davy komt zijn eigen voortuin in de open. De buva zegt, wat is er met jou aan de hand? Zegt Davy, ze hebben mijn broodtrommel in de sloot gegooid. Oh, zegt de buurvrouw. Heeft dat gedaan, zegt ze. Jongens uit mijn klas, zegt Davy. Nou, potverdorie, zegt de buurvrouw dan. Hebben ze dat met opzet gedaan, zegt de buurvrouw. En zegt Davy, nee, met pindakaas. Oh mijn god, je gaat helemaal stuk om die twee. Om die moppen, grappige moppies. Komt een man aan de deur. Goedemiddag, ik kom collecteren voor de vrijwilliger van de brandweer. Schat, we komen collecteren voor de vrijwilliger brandweer. Zeg een man, geef ze maar 2 emmers water. Die vrouw die vult 2 emmers water. Mannen komen boodschappen doen bij de supermarkt. En ziet daar een vrouw. En die zit gewoon naar hem te kijken. Hij zegt, sorry, kennen wij elkaar? Zij, volgens mij bent u de vader van een van mijn kinderen. Zij, oh shit, nou zie ik het. Jij bent die hoer van mijn vrijgezellenavond. Heb ik jou nog in een steegje tegen die muur opgeprikt, zo. Tegen die lege bierkratten, zegt die vrouw. Ik ben de juf van uw dochter. Wauw. De vrouw de laatste. Hier komt de laatste. Zegt de vrouw. Dokter, ik heb last van mijn darmpjes. Dokter gaat voelen.
Nee, er is helemaal niks mis met je darmen. Maar ik heb goed nieuws voor je. Je bent zwanger, zegt de vrouw. Weet je zeker dat het van mij is? Nou, dit was het voor vandaag. Ik ga deze vlog afsluiten en ik zie jullie morgen weer in een nieuwe dag. Doei! Hoi, goedemiddag. Het is vandaag zondag, eerste paasdag. Het is bijna 2:15 middags. Ik heb mijn zonnebril op. En normaal zie je me altijd met bril, maar ik kan gewoon normale zonnebril dragen zonder sterkte of zo. Zie je me met bril als zonnebril gewoon niet even goed. Maar goed, het is echt heerlijk warm weer buiten. Het zit lekker buiten. We hebben nog bezoek buiten. Dus here we come. Ik heb een fietslot. Die ga ik er ook even omheen doen. Mijn slot, mijn fietslot. Deze bedrijfje gaat naar 2,99. En ik ga deze even om mijn fiets binden. Dus let's go. Tot zo. Ik vond het wel een grappige combinatie. Bril op en zonnebril op. En die gaat af van zonnebril. Ik ga even mijn haren wassen. Omdat mijn vriendin dus op morgen af te spreken bij haar. Dus ga ik met de fiets. Daar fietsen. Dus daarom heb ik geen tijd om mijn haar mocht was dat ik bij haar ben. Dus tot ik mijn haar weer. Dat mijn haar dan wel weer een beetje vettig is aan de zijkanten. Zit 2 dagen tussen ongeveer. Zodat je haar was dan vet is. Dus daarom ga ik het nu even snel wassen. Omdat ik morgen weer eten al naartoe moet hebben haar toch ook niet zo heel erg snel. En ik zag dus ook niet al om 6 om 10 uur voor als mijn bed uitkomt. Dus daar moet het snel, dat ik alles ingerediteerd heb. Moet ik heel wat te doen. Dus daar moet ik vandaag even wassen. Dus de douche aanzetten. En mijn haar lekker wassen. Om het eerst een beetje warm water aanzetten. En dan het koude water. Ik ga dus en ik zie je afpakken. Klaar ben ik, ga deze kleren weer gewoon aantrekken, want die is toch lekker weer buiten. Hurry up! Ik zal jullie uiteraard morgen ook weer even naar mijn video laten komen. Een video van mij afspreken die niet erg vindt om in mijn video's te komen. Zij komt graag in mijn video's. Maar ik vind Michelle dus, omdat hij zelf ook video's maakt. Dus zo'n video's is dat. Ik zie jullie later als ik naar mijn video. Het is nog heerlijk weer buiten. Ik heb mijn haar gewassen. Ja, je kunt niet echt zien om haar is al bijna droog. Want ik heb mijn haar liever droog gevuld met de veun. Toen ik beneden kwam, ging ik eten. Dus heerlijk weer. Dus ja, zoals jullie al weten, daar moest ik het vandaag doen. Maar ik moet naar mijn vriendin Michelle moet fietsen. Dus ik ga even kijken wat ik ga aan na zo. En dan doe ik wat een fiets naar Michelle. Dat is een van een vriendin van mij die het niet erg vindt. Ook in mijn video's rond te komen lopen. Dus zij houdt daar wel van, anderen weer niet. Je hebt het zo. Het is wel een vies windje, maar ik kan morgen wel lange broek aan doen. Een shirt. Gewoon een normaal shirtje. Even kijken welke shirts daar hangen. Een van mijn shirts hangen daar niet. En dan is mijn kerstshirtje. Mijn levensshirt bedoel ik. Kan ik daar niet zonder aan de wasmachine zitten. Die van wat uitje dan. Ik ga nog even verder genieten en later. Hey, sorry, mijn muziek stond nog aan. Maar ik heb even mijn tante gebeld. Opeens ging FaceTime uit. Maar ik had op behaald bij mij. Mijn 5G is wel aan. Ik heb mijn FaceTime niet aanstaan op 5G. Dus dat moest dus. Nou, en ja, nu is even wat drinken. Ik heb dus, laatst dat ik dat haal bij de Jumbo. Het is van Spa. Een flesje water. Het is geen bubbels, geen buizend water, dus geen water met koolzuur erin. Dus gewoon normale water, maar dan weet je, water. Nee, het is water van Spa met een touch. Dus het is no palant.
Er staat ook op, het is lime jasmine. Jasmine. Deze dus, hij is heel lekker. Smaakt ook heel lekker. Het is gewoon jasmijn, dat is gewoon een bloem. En water. En die water, die lijm, dat is gewoon limoenstukjes. Sorry hè. Oh, even deze fles opentrekken. Deze fles gaat moeilijk open. Oh, hij is open. Tadaa. Ja, het proeft wel nog steeds alsof je water aan het drinken bent. Het proeft nog steeds alsof je water aan het drinken bent, maar je bent geen water aan het drinken. Je proeft wel die smaak van de lijm en de jasmijn. In het begin denk je echt zo, wat een vieze smaak. Maar als je eenmaal een paar stokken ervan drinkt, is het best wel lekker. En het is ook gezond dat het water is. En de lijm, jasmine is ook gezond. Jasmine is gewoon gezond. En het is gewoon minimale limoen, jasmine aroma. Er zit ook geen suiker in. Er zit ook geen zoetstofjes in. Niemand, niks. Het is gewoon puur natuurwater. Deze kan je gewoon bij de Jumbo halen. Of bij een willekeurige Albert Heijn. Gewoon bij een winkel was de spaarverkoop. Als dat hebben. De ene supermarkt heeft het wel, de andere supermarkt weer niet. Echt zo'n lekker fles drinken. Er zijn volgens mij één nog wat of zo. Dus kun je ook lekker meenemen als je lekker op de fiets bent. Misschien ga ik morgen meenemen als ik ga fietsen naar een vriendin van me. Kan ik nog lekker drinken. Dan zullen je vast afvragen. Wat heb je hier onder je oog zitten? Het is eigenlijk een soort bultje, bukkeltje, een bultje. Maar het is dus iets wat je niet kan weghalen. Omdat het heel ontstoken is en heel erg dik. Dus als je aan zit, dan voel je ook echt pijn. Uitknijpen, dat gaat niet. Want het zit net onder je oog. Als je dat doet, dan komt al dat dingen, dat pus in je oog. Het is gewoon een beetje ontstoken. Het is gewoon alle met dat pus erin doen. Maar het is alweer warm. Maar ik heb mijn haar dus lekker gewassen. En ik heb mijn haar dus weer droog. Ik heb mijn haar niet gekruld of zo. Dus zo ziet het uit. Het is heel erg gemoest. Dingen misschien morgen nog gaan doen. Ik heb mijn nagels ook afgehaald. Die zaten onder de dinges van de kaas. Dus ik ga morgen weer nieuwe opdoen. Ik heb daar wel echt geen zin meer in. Straks denk ik nog misschien nog een broodje maken. Maar wat dan? Dus Griekse aardappeltjes. Dat is dus een Grieks gerecht. Ja, Griekse aardappeltjes. Ja, Griekse aardappels. Dat maakt mijn oma altijd. Dat is Griekse aardappels. Er zit daar van die knoflook in. Er zit knoflook door, oregano en citroensap en er zit water bij. Dus dat is heel lekker. En er zijn van die kriwaapeltjes, eigenlijk van die culinaire aardappeltjes. Dat is heel lekker receptje. Omwezen het toen geleerd. Van een buurvrouw die dood is. Dat ik het zo zag. Kijk, dit is bij pukkel die je niet zo ziet. En bij, ja, het is echt heel vervelend. Maar als zo'n wit puntje op komt zitten, dan betekent wel dat het goed is. Ziet een beetje wit puntje. Bij witte puntjes is het altijd wel ontstoken, vaak. Maar het betekent ook dat je het kan wegdrukken als er zo'n wit puntje op komt. Dus misschien straks even proberen of morgen. Ik kan beter nog even proberen te letten tot morgen om te kijken als je dan kunt wegdrukken. Zo nu ga ik misschien nog wat drinken en ik heb deze week voor 8. Het alleen de dag van vandaag. Die moet er nog tussen. Ik heb deze week maar 4 gepakt in plaats van 7 dagen.
op de linie. Omdat er op dinsdag, ja, als mijn kamer vergeten, hij heel druk bezig toen daarna een boel. En woensdag kon ik niet vloggen. Want ik had ook al wel verteld waarom, want ik zie naar stage liep als mensen achter denken van ik ben allemaal dit aan het doen. En dan zag ik iemand niemand was wel ingewikkeld, niemand mocht dat weten. En donderdag had ik wel weer gevlogd toen ik naar school ging. En vrijdag ook, toen ik even naar mijn top, toen ik even vrij was van goede verder. En gisteren heb ik ook niet gevlogd. Want ja, het was wel echt heel laat. En op mijn dag was gisteren weg geweest. Ik ben even naar de Action geweest. Ik had Capri Sons. Die hadden ze. Die had ik altijd bij de supermarkt. Maar dat kostte heel duur. Bij de Action kostte ook laatst om 89 cent. Dus ik ging weer even terug naar. Maar toen de laatste keer alles niet meer. Dus dat was tijdelijk of zo. Maar ik hoorde van mijn tante dat ze weer hadden bij de Action. Dus ik ging toen even naar de Action toe. Dus ook nog even kijken voor een stop voor mijn fiets. Dus omdat ik mijn andere fiets op ben ik kwijt. En die is kapot ook aan het slotje. Dus ja, ik heb gewoon even een nieuwe. Kost maar 1,99 per Action een fietslot gehaald. En ja, ik had toen nog even de Capri-Sun. Was inderdaad weer. Dus ik dacht altijd van we nemen gewoon een doos mee. Ik zal een doos zitten, 15 nog. We nemen gewoon zo'n doos mee. Je hoeft je ook niet te, het is op, we moeten weer. Dan moet je ongeveer elke week. En zo kan je wel even voort met die Capri-Sons nemen. En ik heb er nu nog niet van gedronken of zo. Ik bewaar het gewoon een beetje voor morgen en zo de rest van de weken. Dan mik ik nu nog mijn water. Het beste is als je dit drinkt, dat je het gewoon een paar minuutjes even in je mond moet houden. Om de smaak te pennen. Die limoen is wel lekker, maar die jasmijn, dat heeft zo'n aparte smaak. Ja, als je proeft bij van de jasmijn, dat ruik je ook van een jasmijnplant. Bloem, jasmijn. Lijkt echt heel erg op mijn naam, maar dat heet gelukkig niet zo. Als die bloemplant. Dit is wat je moet doen. Een beetje om mijn smaak te wennen. Dan proef je ook niet dat het zo na is. Maar is dat ook denk ik echt nog smerig. Dat had ik. Oh, toen ik eenmaal meer paasokjes van ging drinken, vond ik het heel lekker. Ik heb nu al ongeveer. Ik had het laatste flesje. Die heb ik meer dan de helft op. Dit is wat ik ervan nog over heb gehouden. Dus zo lekker is het. En het is gezond. En gezond is alleen maar goed. Dus ja, het is nu bijna 6:30. Nee, 6:05. Dus ik ga even deze vlog editen. En uploading morgen. Met specialiteiten van wat ik gezien heb. Dus ik zie jullie morgen weer in een gloednieuwe weekvlog. En ja, neem jullie mee op naar mijn vriendin. Je zult haar waarschijnlijk ook nog wel in de vlog zien morgen. Omdat zij het wel heel erg. Leuk vind het feit dat zij ook wel YouTube filmpjes maakt en zo. Zij video's. Vroeger deze dag met een frietje van haar. Zou je dat niet in de camera kijken, maar ze ziet iets op mijn. Er zit zo'n ding aan mijn nagel. Dus even weghalen. Anders kras ik alles mee onder. Zo. Weg. Zij vindt het wel heel erg gezellig. En leuk. Dus ja, dan zal ik jullie uit de meenemen naar mijn vriendin. Dat is een van mijn beste vriendinnen. Uiteraard hem wel met elkaar om en zo. Maar zij is nog op mijn oude middelbare school, de Steiger. En ik zit nog op. Ik zit nu op het LLC. Dus ja, we zien elkaar. Niet meer heel veel. We kunnen vaak op onze vrije dagen of in de vakantie als spreken of een keer naar school. Maar ik ben vaker als ik eerder ben dan haar. Maar ja, nu op vrije dagen zijn wij 3:30. Dus mogen we ook niet meer uitgaan. Eerder uitgaan, want we normaal altijd digitale vaardigheden hebben. Dus mogen wij eerder weggaan. Maar ja,
Nu mogen wij dat niet meer. Ja. Omdat wij duurzaamheid dan eindigen. Dus dat is zo. Duurzaamheid stond is op dag. Oh, het enkel twee vijf. We hebben geen duurzaamheid. Huh? Ik was helemaal blij. Omdat ik een van de stomste vakken vind in de geschiedenis op LSE. Maar die hebben wij toch nog. En we hebben ook nog steeds verhongerd. Ben is het altijd gewoon van doen, 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 doen. Dit is het niet zo, oh ja, vanmiddag. Maar misschien mag er ook wel naar huis stopdag gemaakt. Zou fijn zijn. Oh. Maar ja, iedere docent doet dat weer voor zich. De ene doet dat wel, de andere niet. De andere is wel spectaculairder. De andere zit het weer niet zo. Je bent gewoon echt moe aan al die docenten, word je me. Zou wij als docenten meer een grip tonen voor jou, maar die tonen ze helaas niet, docenten. Omdat zij is altijd gewoon van ja, maar ja. Nu krijgen we digitale vaardigheden op donderdag. Hij woont niet op een agent, we krijgen ook service desk. Het is niet mijn ding, ik ben gewoon niet mijn ding om mensen te helpen. Ja, deformies, dat op zich maar is op iets, help ik mensen gewoon liever niet. En ja, ik moet dat dinsdag zo'n mooi stage gaan doen. Ik heb echt geen zin in. Dus. Vooral, maar ja, ik kan moeilijk zeggen, oh, je kan een kruid de matrassen zien. Dan weet het wel weer over. Nee, dan gaat die week daarna zich gewoon weer achtervolgen. En en als je niet echt ziek bent, zou ik je ook niet ziek melden. Want als ik je echt ziek, kan je niet meer ziek melden. Maar dan zeker ben je ziek geweest. Dus letterlijk mag je maar zeker ziek melden van je staas. Nou, ik zie je morgen weer in een gloednieuwe week. Doei. Nog een fijne avond. En nog een fijne paasavond. Doei. Thank you for watching this video.